PSV. Zocht weer naar de vrijstaande man daarachterin. Dat is nog altijd Koloff. Dat is meteen raak ook. Jiří Koloff knalt raak omdat hij werd vrijgelaten. En ik moet zeggen, hij knalt hem er ook zeer eenvoudig en koelbloedig in. Doelpunt PSV al in de tweede minuut van de wedstrijd. Voorzitter Haan. Grote mag komen, maar heeft hij ook een goede paas. Huytema gaf de voorzet en Peltzer was te laat. Goed afgenomen door Bults. Boy. Moet wel iets kunnen, die Boy. Handige jongen aan de bal. En helemaal vrij, dat is dan het grote risico natuurlijk. Jiří Koloff. Aan de andere kant toren ze en dan is het raak. Ja, zo simpel is dat. Heel cool uitgespeeld. En erg dom gespeeld door Cambuur omdat er veel te veel ruimte wordt gelaten aan die twee snelle mensen voorin. En ja, die doen dat dan op deze manier. 2-0. Peen. Boy Peen. En het snijdt er doorheen alsof het helemaal niks is. Daar is nummer 3 mogelijkerwijs al. Nee, hoekschop. 14e minuut. Hoekschop van Toon Lokhoff. Brands is voorin. Valken schiet lekker. In dit geval niet. Van de Kerkhof. PSV loopt goed te voetballen. Dat moet gezegd. Men spuit er aan alle kanten uit. Natuurlijk is er die gunstige stand. Waardoor de ruimte zich wat eerder aanliet. Omdat Cambuur gedwongen wordt om aan te vallen. Maar men pakt die ruimte tot dusver ook leuk mee. En er zitten weinig foutjes in het spel van PSV. Heel zelden wordt de bal ingeleverd bij de tegenpartij. In tegenstelling tot Cambuur. Dat nu toch al voor de moeilijkheid staat. Waar een vrijstaande man verder nog te vinden. Hier is dan dat balverlies. Opmerkelijk zo weinig risico als de PSV'ers in de basis leggen. Vandaar dat er natuurlijk ook weinig balverlies optreedt. En dat is een stempel Haan, dat is duidelijk. Die in alles een zeer originele rol vervult. Valken. Kijk maar. En Torissen mag erin schieten. Hij vergeet het. Niets aan de hand. Valpartij is een slordigheidje van hemzelf. Otello. De Leeuw. Zal eens moeten winnen van Van Aarle. Kwam er nog niet van. Ook al is de hulp die Van Aarle krijgt vaak groot. Bos. Goeie bal. Doelpunt ook. Van Peltzer. Goeie actie van Jaap Bos. 33e minuut. De eerste keer dat Cambuur doorkomt. Het is het werk van Bos. Het is Peltzer die scoort. Ja, het is wel de slot op een borrel dat die jongen erbij is. Die Cantello zo aan Cambuur. Zo chaotisch als het verliep in de beginfase. Zo gemakkelijk is er nu toch wel weer wat overzicht gekregen. Biedt zich steeds aan. Zijn speelbaar en stuurt medespelers. Bos. De Leeuw. Gaat erom om dat keurslijf af te schudden. Keurslijf dat gevormd wordt door talrijke PSV'ers die hopen op balwinst en dan op een counter. Balken. Niemand mee aan de linkerkant. Van de rechterkant, wel op links. Koloff.